Nou, dit is content hoor. Lekker hoor. En volgens mij is dit koud water. 2, 1. For him. No free fall is too high for him. No troll ride is too intense for him. This is him. Ruben Koet, the ride specialist. Hey lieve vrienden, welkom allemaal weer bij een nieuwe video hier op Extreme Rides. Ik sta weer samen met Patty, niet meer in een woonwijk. We gaan weer vandaag een keertje zwemmen en de glijbanen staan tegenover ons. We zijn namelijk in Breda, bij het zwembad Sonsbeek en hier hebben ze 2 waterglijbanen. We gaan hier niet zomaar zwemmen. Nee, want ik had voor Patty een leuk klein cadeautje. Cadeautje? Ja, ik heb een nieuwe merchandising. Alsjeblieft. Wat is dit nou weer? Dat is een prachtige, schitterende, mooie... Extreme Rides bikini. Ja, leuk. Oh, voor alle vrouwelijke fans speciaal vanaf 1 april te krijgen die Extreme Rides bikini. Lekker hoor. Dat heb ik weer, hè. Kijk, krijg je een bandje mee. Krijg je kluisje 217. Maar ik heb mijn spullen al in 318 gelegd. Dus die krijg ik natuurlijk net van nooit meer open nu. Dus we gaan even wachten op de badje of die gaat hem openmaken voor me. Zo, kijk eens. Even hem opengemaakt. Dat is fijn. Even een goede kluisje leggen nou. Ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk wel een heel goed systeem. Je hebt vaker van die muntjes, die 50 cent muntjes. En dan moet je die erin gooien. Dat is ja, vervelend, moet je kleingeld hebben en zo, allemaal lastig. Je hebt die bijvoorbeeld in Duinruil, dan moet je dus gewoon een code invoeren. En dan krijg je een kluisje aangewezen. Maar dit is ideaal, want je weet precies aan de deur hoeveel kluisjes je hebt, hoeveel kluisjes je meegeeft. En welke erin gebruikt zijn. Want als mensen weggaan, zeker met die codes, doe ik ook vaker. Dan ga ik weg en dan zeg ik eigenlijk, ik bewaar het kastje nog. Voor het geval dat... Weet je, en ja, dat zullen veel meer mensen doen. Er zijn eigenlijk kasten in gebruik die eigenlijk niet in gebruik zijn. En zo'n systeem als dit is eigenlijk wel gewoon ideaal. Zo'n polsbandje, precies de kluis die je moet hebben. Maar goed, we gaan het in een goede kluisje leggen en we gaan naar binnen en we gaan zwemmen. Nou lieve mensen, welkom in het zwembad. En wat ziet ze er prachtig uit. En kijk eens hoe mooi, ja, heel mooi. Kijk, wat een goede kwaliteit, hè. Het is ongelooflijk, ik durf bijna niet te vragen, maar mag ik even? 1 april te koop op Extreme Rides. Houd even in de gaten. Nou, ben je er klaar voor? Ja, ik wil. Voordat we gaan glijden, gaan we eerst even een rondje door het zwembad heen lopen. In het zwembad wat we zien is een groot recreatiebad. Met wat fonteinen langs de zijkant. En drijfmiddelen in het water. Het volgende waar we ingaan is een hele grote stroomversnelling. Afgewerkt met rotsen als decoratie. We gaan hier door een tunnel heen. Ze zijn mooi gemaakt, ook in die rotsen. Oh, ja zeker. Kijk, voor verliefde stelletjes, hartstikke leuk. Alleen hangt de camera heb je daar, hè? Nee, weet ik. Nou, dan gaan we door. Oh, dan gaan we onder een waterval. Oh, achter mij gaat er één keer ook een waterval aan. Blijkbaar zit hier dus ook nog een waterval. Nou, zo komen we buiten uit. We zien er achterin alvast de glijbanen. 2 waterglijbanen, dus een hoge en een lage. Maar daar komen we daar uitgebreid op terug op de waterglijbanen. Hier zitten nog steeds jets onder water voor die stroomversnelling. Die loopt nog steeds door. En dan stroom je automatisch gewoon naar binnen. Dus je kunt gewoon eigenlijk helemaal rond. Maar je kunt er ook voor kiezen om hier in het midden waarschijnlijk te gaan zitten op een bankje. Inderdaad, hier zijn wat lichtbanken gemaakt. Waar je op kunt liggen en genieten van de zon. Nou, dat is wel een goed idee. Pauze. Nou, dan komen we weer binnenuit. En dan zijn we helemaal rond. Het volgende bad is een bijzonder bad. Het is een 1,40 meter diep bad met een bankje vooraan. En volgens mij is dit koud water. Nee, niet die koud. Het is gewoon maar water. Wat dit bad moet voorstellen, geen idee. Gewoon een klein badje in de hoek. Bijzonder, want ik had toch echt verwacht dat het koud water zou zijn. Hij is wel zelf. Alleen op de figuur van de server. Dat ben ik helemaal compleet. Met een leuk spelletje, ringgooien. Ja, die was niet goed, dat gaan we nog een keertje doen. Ja. En aan alle kleintjes ook gedacht, een peuterbadje. Met een huisje aan de linkerkant. Tot slot de waterglijbanen. Ja, om te beginnen met de trappen, die zijn erg goed moet ik zeggen. Mooie betonnen trappen, daar glij je niet op uit, gewoon stevig. Je moet beneden al kiezen welke glijbaan je gaat nemen. En rechts is de kleine glijbaan, links de hoge. We beginnen vandaag met de kleine waterglijbaan van Water Games & More is een challenger. De baan is 5,9 meter hoog, 50,8 meter lang
En gebouwd in 2019. Zit er geen lichteffect of iets in, gewoon een normale waterglijbaan. Nou, we hebben een goede vorming aan de binnen scherp genoeg. En dan gaan we hier heel links in. En dan blijven we een beetje schommelen, dat we op deze glijbaan. Wat gebeurde er dan? Ja, je moet wel een goede knoop in leggen. Nee, je moet een goede knoop erin leggen. Kwaliteit is AliExpress. Nou, dit is content hoor. Lekker hoor. Weet je wat het probleem is? Als je leeft, ga je sneller. Waarom waar ik een auto bikini aan heb, met die greupen, dit is altijd de kans dat het losvalt. En daarom ga ik nou maar echt puur voor mijn veiligheid. Ik ga gewoon maar zitten. Dan heb je wel kans dat ik gewoon... Kijk, omdat hij zo leuk is, gaan we gewoon nog een keertje doen. Hey. Nee, we gaan even remmen. En dan zo dit petje eraan, kunnen we lachen. En dan tenslotte hoge glijbaan, dames en heren, ook gebouwd door Water Games and More. Hij is 9,9 meter hoog, 88,1 meter is hij lang, gebouwd in 2019. En een volledige black hole waterglijbaan. En dat vind ik wel een beetje jammer, want er zit geen enkel lichteffect in. Dus ook voor de vlog is het heel donker daarbinnen. Maar je gaat in principe twee helixen door en dat is het. Dit was de kleine glijbaan, maar dat is helemaal aan de kant op de scherm, op de rechts. En later laatst hier, op de linkse, op de rechts, sterven en dan... Nou, een ski-mouting. Dus dames, mocht je er eentje bestellen, goed vastprikken aan de achterkant. Dat is wel een beetje jammer. Ik ben overgegaan naar de andere GoPro. Deze GoPro is kapot. Kijk, er zit een barst in het scherm. En blijkbaar kan een GoPro niet tegen water met een barst in het scherm. Dus ja, hier aan de voorkant heeft hij ook al wat schade opgelopen. Ik hoop dat de laatste beelden goed gelukt zijn. Ja, weer een nieuwe halen, hè? Nou, kom op, man. Ja, kijk dicht dan. Ja, wat is er nou? Tante Sidonia. Moet ik hem afdoen, man? Wat vond je wat zijn, Matt? Ja, leuk. Kort, pittig en krachtig. Ja? Ja. En leuke glijbaantjes. Wat vond je van de bikini? Al met al... Ik vind het een hele leuke bikini, alleen de kwaliteit mag wel iets beter zijn. Een gegeven paard mag je nooit in de bek kijken. Ja, oké, dat weet ik. Dus bij deze dankjewel, alleen gewoon geen bikini meer met touwtjes. Want het risico dat hij gewoon losknapt is, dat is gewoon aanwezig. Vooral met glijbanen. Ja, daar heb ik geen rekening mee gehouden. Nee. Dus voortaan gewoon. Het is ook gebeurd, ja. Beugel en slotje en maar goed. Maar 1 april verkrijgbaar op Extreme Rides. Oh ja, ik verwacht heel veel te verkopen. Ja, inhoudelijk zelf even over de waterglijbanen. Ik vond het alle twee best goede glijbanen. Een goede jump, meteen een scherpe bocht erachteraan. Sowieso iedere bocht in de glijbanen waren scherp. Die donkere glijbanen, die laatste slingerbocht ging je ook nog even lekker doorheen. Ik heb ze ook even zonder camera gedaan, even goed afgezet en dan gaan ze echt goed hard. Dus voor een stadsbad als Breda gewoon echt een leuk bad. Toch even leuk om even gezwommen te hebben. Kon die bikini meteen even testen. Dat was ook de eerste en de laatste keer, hoor ik. Ik wil jullie in elk geval bedanken voor het kijken van deze video. En we zien elkaar de volgende keer weer. Het zijn weer in een zwembad, pretpark, Rodebaan, weet ik van waar, speeltuin. Oh ja. Doei! Doei. Nou,